ben Pelle de Wit. Ik ben werkzaam als projectleider voor de ruwbouw van Satuurbouw momenteel, maar al 4 jaar werkzaam bij Team Diepe Stations. In december 2010 waren wij nog volop bezig met de ontgraving van het station. En tijdens het laatste stukje van de ontgraving aan de zuidkant van het station kregen we problemen met grondwater. Dat kwam omhoog borrelen en dat had het risico dat de grond zou opbarsten, zoals we dat noemen, en dat het station instabiel zou worden. Dus we moesten heel snel gewicht in het station brengen. En een van de eerste dingen die iemand van de aannemer riep, ja, moeten we niet gewoon zwembadjes neerzetten? Dat leek even een gek idee, maar het bleek achteraf heel handig. Dus we hebben eigenlijk gewoon bij een speelgoedwinkel zwembadjes gehaald die je normaal in de achtertuin hebt staan. Ronde zwembaden van 4, 5 meter. En daar 30 van opgesteld en gevuld met water. En dat leek net als een grote speeltuin eigenlijk, maar het had een belangrijk doel. De zwembadjes stonden in het zuidelijke deel van het station, dus ongeveer hier het deel wat we voor ons zien, tot de tunnels die er toen nog niet waren. En er stonden ongeveer 25 tot 30 zwembaden om voldoende gewicht hier in het station te krijgen, zodat de grond niet zou opbarsten, zoals we dat noemen. Nou, dat was een technisch heel spannende tijd, maar wat er een extra complicerende factor was dat we vlak boven de zuidkant van het station een uitkijkpunt hadden geopend, kort daarvoor. Dus alle bezoekers die konden precies zien dat wij die zwembadjes daar geplaatst hadden. En we hebben het natuurlijk over gehad van, iedereen kan dit zien wat hier gebeurt en dat wij proberen dit risico te beheersen op deze manier. Ja, kunnen we dat wel vertellen of is dat wel een goed verhaal? Dus we hebben erover gehad van ja, we hebben afgesproken om open te zijn naar de omgeving over wat er goed gaat, maar ook over misschien wat er minder goed gaat. Dus het is belangrijk, ook nu het even tegen zit, dat wij dat laten zien en actief communiceren over de risico's die er zijn, de maatregelen die er nemen en ook wat er eventueel nog mis kan gaan en hoe we daar dan weer mee om zullen gaan. Nou, we zijn een enorm bouwproject aan het maken, maar we zijn vooral een enorm bouwproject aan het maken midden in Amsterdam. Dus we zitten in een dichtgebouwde omgeving. En we doen er ook nog eens ongelooflijk lang over. We zijn hier meer dan 10 jaar aan het bouwen. We moeten ons ook een beetje als bezoekers hier in de stad gedragen. Hè. Wij maken een enorme hoop herrie. En wij zijn het ook wel verplicht als project in onze omgeving om te laten zien waarom we er zo lang over doen. En om ze mee te nemen in die lange geschiedenis die wij hebben. En juist om uit te leggen dat er straks iets heel moois komt. Daar kan je niet eerst 10 jaar je mond over houden. Want dan zijn mensen dat al lang weer vergeten.